Volgens mij staat hij iets te laag. Dan moet ik even gaan kijken hoe of wat. Ja, de belichting is goed. De belichting is goed, het geluid is goed, ik zit goed. Ik kan werken met de telefoon en met de pc en met de camera. Nou, wat wil je nog meer? Ja, mijn gedachten gaan eigenlijk alle kanten uit en daarom kan ik me niet zo goed concentreren. Omdat ik wil vandaag op een vrije dag alles wat betreft het evenement bundelen. Mijn journaal maken, wat is gedaan, wat moet nog gedaan worden. En de pijnpunten eruit lichten en daar even aandacht aan gaan schenken. Zodat ik wat meer rust in mijn donder krijg, om het zo maar eens uit te drukken. Omdat, ja, het spookt in mijn hoofd alle kanten uit. Omdat ik zelf eigenlijk dolgraag het wil, maar door allerlei omstandigheden word ik tegengehouden, geblokkeerd, negatieve reacties, ga zo maar door. Terwijl eigenlijk, het is gewoon één positief geheel en dat vind ik, dat wil ik gewoon uitstralen, dat wil ik gewoon, ja. Ik weet niet hoe ik het daar moet leggen. Goed, goeiedag mensen. We gaan vandaag de laatste handelingen verrichten voor het evenement van 24 september. Hierin kan ik even laten zien de aantal wegen die ik heb moeten bewandelen om tot een leuk evenement te gaan komen. En er komt heel veel bij kijken. Ik heb hier bijvoorbeeld een polsbandje die we heel vaak gebruiken bij de evenementen. Parcours Schijndel. En zo heb ik er een flink aantal uit Alphen aan de Rijn, uit Breda en Nieuwegein, Amsterdam. En zo spaar je eigenlijk al die bandjes op en dan krijg je een leuke collectie. En naast die polsbandjes hebben wij ook een t-shirt gemaakt voor de medewerkers. En de kleur is groen, net als een polsbandje met Parcours Schijndel. En de drukkerij op de rug. Dus elke medewerker die krijgt ook een t-shirtje aan. Dat de mensen kunnen zien wie aanwezig is, waar ze iets kunnen aanspreken. Wat gaan we verder allemaal doen vandaag? We gaan eerst maar eens kijken op het terrein zelf. Wat hebben we verder allemaal moeten doen? Bijvoorbeeld gesprekken met de scholen, met de gemeente, diverse gesprekken.
Omdat ik ook natuurlijk, ja, je moet toestemming hebben van de gemeente, je moet een plek zien te krijgen, je moet praten met de jongerenvereniging. Dan op een gegeven moment, na een half jaar, drie kwart jaar, na diverse gesprekken, komt de gemeente achter van hé, hey, er is toch wel iets aan de gang met het freerunnen. Het is niet zomaar eenmalig, die jongen die heeft, ja, die komt diverse keren langs en met verhalen. Zijn enthousiasme en plannen. En op een gegeven moment, ja, op de achtergrond hebben ze toch maar besloten om mij een kans te geven. En de bedoeling is dat, ondanks dat ik al 4 jaar bezig ben in de gymzaal. Training van, waar is de vlogcamera? Je hebt een vlogcamera, ja. Hey, waar is je training? Ja, ik ben nou zover. Een vlogcamera. Het eind van de les doen we altijd, wat? Kom, ja, kom. Het blijft altijd heen komen. De zaal is leeg. En de laatste. Oké, jongens, hok in. Hok in. En we gaan naar huis. Dat ik dus ook naar buiten wil met het schierunnen. En dat er ook een plek moet komen in de gemeente. Net als een skatebaan, een trapveldje, noem maar op. Zo zijn er in het land diverse schierunparken ontstaan. En nu is onze gemeente, Meijerijstad, is aan de beurt, zou ik maar zeggen. En daar is 24 september dus de gelegenheid voor om aan de gemeente te laten zien wat Vrijwel inhoudt, de animo, het enthousiasme en de plek waar Vrijwelers willen zijn. I hope y'all cooperate so I can operate. You wanna reach the top, you gotta concentrate. First, something wasn't right, I couldn't put my finger on it till I put my foot on it, then I stopped the hate. Put a stop to it, got to it with hot music from the land where they spray box Chevys and cop Buicks. Product of my environment. Used to be a dope boy for real, so now this is semi-retirement. Beach life, still trying to eat right. I need much, we all gotta eat right. I'm popping for my progression and focused on my profession because of all of the stress, and it's hard to sleep nice, so I stayed up, still getting my weight up. Doing light shots of liquor, straight up, we don't chase it. I got a dream, chase this. I don't chase chicks, cause I'd rather chase chips. I don't dig that, kick raps and kick that. Kortom, wat hebben we verder al moeten doen? Ik voor het evenement zelf een vrachtwagen moeten huren, omdat ik materiaal uit de gymzaal daarheen moet vervoeren. Mensen organiseren die willen rijden, die willen sjouwen, die niet alleen op de zaterdag inladen om naar de skatebaan te brengen, maar ook op zondagmiddag als het klaar is op te ruimen, in de wagen te laden en weer in de gymzaal terug te zetten. Mensen organiseren op de dag zelf die op de infotafel willen zitten, die workshop willen geven, die rond willen lopen om mee te helpen met sjouwen als er diverse dingen gedaan moeten worden. Van joh, ik wil het even anders hebben, een baantje, even mee helpen sjouwen. Zo heb ik ook een persoon kunnen vinden hier in de buurt die pallets iedere keer heeft. En die heeft voor mij straks 20 pallets. Die brengt hij al op vrijdag. Want op vrijdag zijn er mensen van het jongerencentrum aanwezig om daar een ketting omheen te leggen, vast te leggen, dat het niet wordt weggehaald natuurlijk. Op zondag dan wordt het uitgeladen, opgebouwd. Zondagmorgen 12 uur gaat het beginnen tot 4 uur. En dan, ja, dan moet het klaar zijn. Dan moet het hele feestje achter de rug. Maar laten we daar niet aan denken. We gaan opbouwen. Kortom, ja, je moet een wagen huren, gemeente praten, met het jongerencentrum praten, polsbandjes regelen, t-shirts regelen. Mensen organiseren, praten, 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 vergaderen. Dus uiteindelijk moet het nu klaar zijn op voorbereidingen. En het is nu nog 3 weken voordat het zover is. Twee, één, go!